Anneloes, wij staan hier op de tribune van Sparta. Maar jij bent vandaag geen toeschouwer, jij bent volop actief. Want jij gaat belijdenis doen van je geloof. Daar zijn we ontzettend blij mee. Mijn vraag aan jou, wil jij iets vertellen over jouw weg hier naartoe, je motivatie, wat je kwijt wilt? Jazeker. Het begon met dat ik ben altijd opgegroeid met geloof, al van kleins af aan. En zo middelbare school toch wel mijn twijfels gehad van wat is het nou en is dit echt wat ik zelf geloof. En toen eigenlijk zo in de zesde klas, in het eerste jaar universiteit, steeds meer met mensen in gesprek gegaan. En ik vond heel erg het gemeenschapsgevoel van de kerk heel fijn, dat iedereen voor je klaar staat als het nodig is. En toen is het een beetje gaan dagen. Toen dacht ik, oh ja, dit is wel echt wat ik zelf wil. Ik wil hier ja op zeggen. En toen ben ik met mijn blijdenis-catechese begonnen. En dan staan we nu vandaag in de kerk om dat te doen. Waar ik eraan denk, Anneloes, jij bent student in zo'n grote, zeg maar, wereldstad als Rotterdam. En dan denk ik, hoe staan andere studenten daar nou tegenover dat je gelovig bent en dat je ook nog belijdenis gaat doen van je geloof? Hoe gaat dat? Hoe zit dat? Eigenlijk is het merendeel heel open en positief erover. Als ik erover vertel dat ik gelovig ben, maar ook dat ik belijdenis doe, zijn ze eerder geïnteresseerd en willen ze weten wat het allemaal inhoudt, dan dat er echt negativiteit is. Dus ik voel me echt wel gesteund in ook de keuze die ik maak, ook van buiten de kerk. Dat is mooi. Dus er zit ook nog iets in van dat jij met je belijdenis doen, dat het een positieve uitstraling heeft naar buiten toe. Dat andere mensen geïnteresseerd zijn, dat je andere mensen er ook misschien mee kunt raken. Jazeker. Ja. Nou, ik zou zeggen, Anneloes, we gaan nu over tot het officiële moment dat jij belijdenis gaat doen van je geloof.